Het laatste optreden van deze avond wordt verzorgd door twee heren die hier algemeen bekend zijn. Van Pronkzikkingen met de met Worspeert van Sint-Tunis en de film Meer leven in Oerbo. Wij zijn daarom ook zeer vereerd dat zij deze avond onze gast zijn. Ik weet niet waar ze zijn, maar ik roep ze gewoon op. Tax van den Broek en Johan de Bruin. Ik kon ze niet vinden, maar ik hoop dat ze wel komen. Even alles installeren. Zijn we achterin te verstaan? Ik ook. Wie? Nee, ik niet. Dat is ook maar het beste. Dat was het. Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we dan in Cultureel Café. Ik ben Tars en langs me staat Johan. Ja, oftewel van den Broek en de Bruin. Afgekort B&B. Ja, er zijn mensen die ons liever anders noemen, zoals Jos Christiaans, die ons altijd Bruin en Box noemt. En dan haalt hij ook nog vaak het N-teken weg. Ja, kijk, en dan stort dat Bruinbox, ja, en dan snappen jullie wel, daar zijn wij helemaal niet zo blij mee, daar worden wij niet vrolijk van. Jan van Gogh, de vlierenfluitende Pennemans, stond er schijnbaar ook niet aan, want hij stuurde ons de volgende mail. Als ervaringsdeskundige stuurde hij dus ons enkele suggesties voor aannamen. Ja, die we op deze avond dan zouden kunnen gebruiken. Zelf vonden we Bar en Boos wel goed, net als Bluff en Berucht. Maar onze partners hadden meer met boerenkool en braadworst. Ah goed, al die verdeeldheid, kiek. Dus we hebben maar besloten het gewoon bij Tars en Johan te houden. Ja. 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 Trouwens, voor de oplettende kijkers onder ons, alles wordt netjes ondertiteld. Dat doen we speciaal voor Harry van den Mortel. Die huurt niet meer zo goed en de ringleiding hier is ook kapot. En we gaan van die innenavond ook geen gebarentaal leren, Harry. En om nou te voorkomen dat die merger weer bij ons aan de deur staat, met de mededeling dat hij er weer helemaal niks van verstaan heeft, hebben we maar besloten alles te ondertitelen. Want we zijn natuurlijk hartstikke blij dat hij er weer bij is vanavond. Maar omdat het gruwelijk veel werk is om dat te doen, hebben we onze presentatie uitgeprint. Dan kan hij zelf meelezen en hebben we er niet zoveel werk mee. Dus Harry, gehoorapparaat uit en leesbril op. Maar goed, mensen. Hier staan we dan. Hier staan we dan op uitnodiging van de kunstkring. Kijk, we dachten, daar komen allemaal kunstenaars. En wij gaan ook zomaar gekleed. En kijk, ik ben gekleed als een van de bekendste kunstenaars hier in de omgeving. Lijkt er wel op, maar 20 kilo lichter. En ik mis ook wel een beetje de baard, Johan. Ja, goed. Dan gaan ze ook helemaal te bellen. Kijk, in 2 weken tijd kan ik ook geen baard kweken. Maar goed, waar stel ik een over? Dat is ook een hele bekende kunstenaar. Ik ben Pieter Kortekaas. Kijk.
Ja, maar wel 20 kilo zwaarder. Goed. Wat denk dat we beginnen? Ja. Hier staan we dan eindelijk bij Cultureel Café. En we zouden begon niet weten waar we het vanavond moeten vertellen of waar we het over moeten hebben. Vandaar onze titel van vanavond. Nee, dat is hij niet. We weten het niet. Kijk, tot onze grote schaamte moeten wij ook heel eerlijk bekennen dat voor ons dit de eerste keer is dat we deze avond bezoeken. Ja. En ik heb de indruk dat er hier meer zien die er voor de eerste keer zien. Maar goed. We hebben ook geen idee wat er normaal te doen is en waarom ze nou juist ons gevraagd hebben. Ja, kijk, we hebben ooit een film gemaakt. Wat op de pronkstip ingestaan. We hebben in het bestuur van een perenclubje gezeten en daarmee ook nog aan een race meegedaan. Maar goed, dat mag allemaal geen naam hebben, nee. Dus zijn we gewend voor wat simpeler volk, wat carnavals en perdenvolk en zo, zeg maar voor gewoon volk te praten. Maar hier zitten allemaal van die intelligente mensen, zoals Harry van Heister, Jean-Pierre Fransen, Dr. Pindels. Ja, Wilfried Vrijvrouw Frokengra. Wie? Wilfried Vrijvrouw Frokengra. Wilfried Volkeringa. Ja, die bedoel ik. Ja, kijk, ik weet ook niet of ze alles wel zullen snappen dan. Nee. Maar het zijn niet allemaal slimmerikken, want ik heb Jan-Hein Schik zien zitten, Harry van der Hels, zelfs Ruud Christiaans was er, dus... Kijk, en waar we ook wel een beetje indruk van wilden krijgen van, is dan hoeveel mensen komen er hier op af? Ja, want we hebben allebei namelijk een beetje podiumvrees. Ja. Wij hoeven ook niet zo nodig op de voorgrond te staan. En door onze bescheidenheid hebben we moeite om voor een grote menigte te spreken. Kijk, maar Toesje die stelde ons gerust. Die zei, jongens, kom maar 40, 60 man. Dan hebben we het wel gehad. Wel waren er volgens Nettie Wolters hier op deze avond al hele grote voorgangers geweest. Burgemeester Grezel, immigrant Leo Boeien, onze zeer eerwaarde heer Pastoor van Spreeuwel en statenlid Bolle. Ja. Maar kijk, Jos Christians en Goos Lomme, die hebben dat ook al ooit een keer gedaan. Ja, kijk, als die dat doen. Dan kunnen wij het ook, ja. En als er maar 50 man komen. Ja, goed. Daarom hebben we toen schijnbaar toegezegd. Maar dan zitten we hier ineens voor een bomvolle zaal van wel 250 man. Nou, maar dan moet ik zeggen, dat kon Toesje ook niet weten dat die Bas Barton, Rob Hazenberg, zoveel volk zou krijgen. Dat kon ze niet weten. Goed, we hadden dus een hele tijd geleden van alles toegezegd, maar eerlijk gezegd waren we het een beetje vergeten. Tot ik dus 2 weken geleden de Maasdriehoek opensloeg. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Ik sloeg dus de Maasdriehoek open en wat stond daar? Dat is niet waar, hij sloeg de krant niet open, het stond gewoon op de verpagina. Ja. Oké, dan stond het op de verpagina. Maar op de voorpagina, daar stond met koeienletters te lezen, Tars en Johan in Cultureel Café. Ja, ik belde met Tars meteen op, ik zei, daar gaan we heen, die twee die trekken volle zalen. Ja, daar gaan we heen. Wacht. Vanaf toen kon ik geen weekblad meer lezen, geen smartphone of computer meer aanzetten, of we werden met de neus op de feiten gedrukt. We lopen er zomaar eens een paar door. Maasdriehoek dus. Boxspeels Weeblad. Website tunnis.nl. Warroys Nieuwsblad. Facebook. Ja, de omstreeks. Website Bezoek Zijn Tunnis. Nog een keer in de Maasdriehoek. Zelfs op de smartphone kregen we een berichtje. Ja, op de site van de kunstkring. Nog een keer Maasdriehoek. En afgelopen zaterdag nog een keer in de Gelderlander. Heer, ja, Johan Cruijff, die heeft de afgelopen weken veel in de krant gestaan, maar wij zijn goede tweede. Ja, en wij leven nog. Dat is logisch.
afgelopen zaterdag ook nog eens in de Gelderlander stond, toen zijn we er toch maar eens voor gaan zitten. Ja, en voor de goede orde, dat willen we even gezegd hebben, wij hebben dat niet zelf allemaal in die kranten geplaatst. Hè? Nee. En de foto die erbij stond is ook nog van 5 jaar terug. Nee. Ja, en heel creatief waren de artikelen niet. Want er stond overal dezelfde teksten. En een en al leugens. Hoezo leugens? Er staat in dat ik 58 ben. Ja nou? Dat is niet waar, ik ben er 59. Wat maakt dat nou uit, dat 1 jaartje? Wat maakt dat nou uit, wat maakt dat nou uit? Hou maar eens een jaar al je min. Maar wat dit, zo komen de leugens in het land, hè? Zo begint het. Leugens of geen leugens? Toen het afgelopen zaterdag dus ook nog eens in de Gelderlander stond, konden we niet meer afbellen en moesten we dus nog Pasen wel flink aan de slag om nog iets verder te bereiden. Ja, rustig, rustig thuis, we hebben nog 3 dagen. Kijk, net die Wolters gebeld wat er nou precies van ons verwacht werd. Een column van zo'n 10 minuten zou ze wel leuk vinden. Een column? Een column. Eens kijken wat Wikipedia daarvan zegt. Een column is een kort stukje proza van een auteur. Vaak in een krant gepubliceerd, maar ook een gesproken column op radio of televisie of publicatie op internet komen voor. Proza, proza, maar waar is dan proza? Proza is tekst die is geschreven of gesproken in de vorm van gewone taal, Harry. Ja, gewone taal, ja goed, dat moeten wij wel kunnen, toch? Dat moet lukken. Maar goed, proza, voor publiek. Maar waarover zullen we het hebben, jongen? Nou, over kunst. Het is tenslotte een avond van de kunstkring. Zouden ze ons ook als kunstenaars zien dan? Dat zou mooi zijn, een kruwe subsidie, hè? Toch? Eens kijken. We gaan eens kijken wat kunst is. Een product van creatieve, menselijke uitingen, onder meer schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouden, theater, muziek en zang, dans, film, literatuur en poesiealbum. Nee, er zit niks bij wat wij kunnen. Nee. Het enige wat ik van kunst weet, dat gaat over kunst knieën en de kunst heup. Ja, maar goed. Nee, er zit volgens mij niks tussen wat op ons zal slaan. Maar trouwens, over die leeftijd, ze schrijven dus dat ik 1 jaar jonger ben. Dat maakt toch niet uit, Johan? Dat maakt niks uit. Nee, maar kijk, als ik dadelijk 65 ben, dan zeggen ze in Den Haag... Nee, meneer De Bruin, even een jaartje wachten. Ja. Maar waarom stemmen eigenlijk hier? Misschien iets met cultuur? Het heet tenslotte Cultureel Café. Ja, kijk, dat ze ons in relatie brengen met een café, dat kan ik snappen, maar met cultuur? Waar is cultuur eigenlijk dan? Wikipedia. Volgens Wikipedia verwijst cultuur naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren die deze activiteit een betekenis geven. Kan je ergens een betekenis aan geven? Ja, dat kunnen wij ook niet. Nee. Kijk, we gaan even terug naar die Boksmeerse krant. Kijk, en er ligt daar stukje, er is ergens tussenuit wat er ergens tussenin staat. Wat? Ja, daar tussenin. Nee, ja. Hier, daar staat het. Cultureel Café Sint Antonis strikt entertainers Tars en Johan. Wat zijn eigenlijk entertainers? Een entertainer is een persoon die tijdens een bijeenkomst een groep mensen vermaakt. Ja, kom op zeg. Ze verwachten toch zeker niet dat we hier in zo'n ruim 40 mensen gaan vermaken. Nee, dat kunnen ze niet verwachten. Weet je wat we doen, Johan? We doen wat de krant zegt. We gaan van de hak op de tak. Ja, dat kunnen we. Dat kunnen we. We gaan verbanden leggen, of ook weer niet, over vroeger en actuele zaken. En door onze eigen bril naar kunst, cultuur, chockerend naar politiek kijken. Oei, daar zien we nog wel even bezig. Ik weet het. We lopen door zijn tunnels nieuws en bekijken of het kunst, cultuur of entertainment is. Goed. Kunst, leven en omgeving kleur geven. Cultuur, activiteit die betekenis heeft, of entertainer, vermaken van mensen. Maar
als het alle drie nou niet hebt, waar is het dan? Ja, dat. Zo hard is. Best dan jammer. Oké, goed. We zullen eens opschieten, want we hebben maar 10 minuten. Ja, ja. Houd jij daar een beetje in de gaten? Daar doe ik, geen probleem. Goed. We gaan het dus alleen over Sint-Tunis hebben. Grotendeels wel. Ja. Hoi. Zijn er ook mensen van buiten Sint-Tunis binnen? Ja, zien jullie dat? Ja. Een paar. Ja, dat is jou. Ja, jullie zullen het er niet veel in hebben, maar dit duurt 10 minuten. En dadelijk naar ons, dan wordt het ook heel mooi. Dus blijf zitten. Nou, die buitendeurs, die hoeven niet weg. Die willen we juist binnen hebben, hier in onze prachtige groene omgeving van Sint-Tunis. Ja, en het is hier zo groen dat ze voor de planten op zolder kweken hier, dus. Hé, maar pak nou de omstreeks van vorige week. Er stond een artikel in van ons nieuwe VVV-clubje. Natuurlijk Sint-Antonis. Met aan het hoofd ex-garagehouwer, ex-raadslid, ex-raad van 11 lid, ex-echtgenoot, ex-wethouder en huidig trotse vader en provinciaal gedupeerde bestuurlijke provinciale staatslid Wouter Bolle als voorzitter. En natuurlijk Sint-Tunis, daar gaat Sint-Antonis, daar gaat ervoor zorgen dat iedereen in Sint-Tunis mee open armen ontvangen wordt hier in Sint-Tunis. Ja, kijk, ze hebben een keimooi logo gemaakt. Een poppetje in het groen. En die liet te roepen: wees welkom in onze mooie groene gemeente. Ja, en daaronder stond: beleef gastvrijheid in de Brabantse Peel. En wat doet de gemeente dan? Die stopt in dezelfde krant een flyer met: u bent welkom op afspraak. Ondertekend Sint-Antonis. Ja, ja, en op de achterkant, die herm, ja, daar staat dan waarvoor je zo wel een afspraak moet maken. Dus, wil je geboren worden, doodgaan, begraven worden, wil je iets geheim houden, ja, wil je deze flauwe kul kunnen emigreren, eerst een afspraak maken. Wat scharen we deze actie onder test? Dus even kijken, wat hebben we allemaal? Het is in ieder geval geen kunst. Entertainment. Dus niet echt een kleurrijke actie, het geen betekenis. Ja, en vermakelijk is het ook niet. Nee, dus. Jammer dus. Ja. Zitten we nog binnen de 10 minuten, Johan? Dan moet ik even kijken. Jawel. Tiet staat. Maar wie bedenkt nou zoiets om eerst een afspraak te maken? En kijk, ik snap dat niet. In de ziekenhuis of in de kliniek, daar snap ik maar. Ja, nou, dat bedenkt ons college van BMW. Hier zitten ze in volle naad. Bestaande uit 4 dames. Ja. Nou ja, 3 dames zeker. Onze burgemeester, die heeft al wat kerels versleten. Een handvol secretarissen, 4 wethouders en nou dan eindelijk alleen vrouwen om haar heen. Tess, stort die ene nou op een kruksje of zitten die ander op de knieën? Die op dat kruksje, nee, die is zo groot, oh. Maar die is denk ik aangenomen op hun lengte. Onze burgemeester, die heeft handhaving hoog in het vaandel staan. En zij is de snelligste die erbij kan. Jongen, jongen, ja, handhaven, ja, ja. Kerels wegsturen. Hè? Moeilijk samenwerken. Een beetje de baas willen spelen. Voor alles moet verantwoording afgelegd worden. Geen tegenspraak dulden. Vooral geen risico's nemen. En dan moeten we voortaan ook al een afspraak maken. Nou, het is wel echt een vrouwelijk college, hè? Ja, ik herken het helemaal van thuis. Maar ze doen ook goede dingen, hè? Kijk, met zo'n vrouwelijk college komt de vuile was niet op straat. Hè? Nee, dat is hoor. En hier rechts, dat is ook wel mooi. Ziet u daar? Rechts nog net in beeld. Jan van Tilburg, die hebben ze aangenomen als onze nieuwe gemeentebode. Ja, kijk, en zoom maar eens een beetje in. Zoom eens in.
Zo ja. Kijk, zit hem. Kijk, staan. Start met een bitterbal. Zit het? Ja. Terug, terug. Hier, kijk eens. Start met een bitterbal. Bitterbal in de hand. Mooi, hè? Maar, en heet is hij. Heet is hij, die bitterbal. Ja, hij staat te blazen en je ziet zelfs de vonken, die staat er voor je aan bij. Oh. Gaat het nou? Ja. En, maar mensen, even serieus. Denk nou niet dat Jan dat doet uit eigen belang. Of omdat hij zin heeft om te snollen. Nee. Hier is hij volop zijn functie aan het uitvoeren. Verder Jan, met je naar het college gaat om daar u te serveren, moet je verpluur. Eigenlijk is Jan een ouderwetse verpluurder. Een voorproever is een persoon die vooraf de maaltijden proeft van personen die menen dat er veiligheidsrisico's, specifiek vergiftiging, kleven aan het nuttigen van de maaltijd. Maar er is toch niemand die ons college wil vergiftigen? Dat weet je niet meer, al die drugsbronnen in onze gemeente. En Boksmeer ligt ook dichtbij. En met besturen kunnen die niet tegen onze dames op. Dat bedoel ik nou bij Johan. Geen risico's nemen. De burgemeester neemt geen risico's. Dus Jan eet hier in het belang van ons vaderland. Ja. En waar is dat dan? Nou, het beschermen van ons college vind ik wel een activiteit wat betekenis heeft. Dus als Jan een bitterbal eet, dan is dat cultuur. Ja, dat is ook bij het gilde, hè? Die is ook ooit koning geweest. Het gilde? Ja. Oh, dit is ook mooi. Ja. Hier zit de burgemeester trouwens bij het overvendelen van de nieuwe koning van het Antoniusgilde. Ook hier duidelijk de invloed van onze burgemeester. Hoezo? Hier handhaaft toch Wilpoos het vaandel? Ja. Ja, maar bij die drie op een rijtje, daar staat Maria van Nerp, dat is de nieuwe gulden koningin. Kijk. Ja, maar welke... ook hier is een vrouw aan de macht. Ja, maar welke van drie is het? De middelste? Nee. Dat is onze nieuwe pastoor. Oh. Oh. Of nieuwe pastoor. We hebben nog nooit zo'n ouderwetste gehad als dan dit. En momenteel is hij meer bouwpastoor. Want de kerk wordt aan de buitenkant helemaal opgeknapt. Ach, daar is toch nutteloos. De kerk van buiten opknappen, die van binnen feitelijk in brand staat. Ja. Ruzies met mensen die het altijd goed hebben voorgehad met de kerk. Parochies opdoeken. Kerken sluiten. Schandalen wereldwijd. Terug naar de strenge godsdienst. Er komt bijna geen mens meer in de kerk. Er is een gezegde: als het over een plaats gaat waar je liever niet bent, waar je liever niet heen gaat, dan zegde, daar zou ik nog niet begraven willen worden. Dat doen de meesten ook, maar die gaan naar Doelbroek. Ja. Nou, hier hoeven we niet moeilijk over te doen, dat hoort gewoon bij jammer. Ja. Hou jij de 10 minuten wel in de gaten? Ja, dat zou ik. Dat is gewoon. Nee, dat gaat goed. Oké. Okay. Tijd zat, jongen. Dan hebben we hier. Hier hebben we. De Storen van der Sluis. Onze nieuwe herder aan het werk. Ja. En hij lijkt hier te zeggen. Jammer. O heer, waar moet ik beginnen? Er komt bijna geen parochiaan meer binnen. U gaf me een taak, maar het loopt hartstikke spaak. Er valt hier niks meer te winnen. En dan wordt er van bovenaf geantwoord. Ik vroeg me al af hoe lang het zou duren. Naar nu blijkt
nog een kwestie van uren. We moeten hiervan leren en kunnen het tij nog keren door Frans van Spreewel weer terug te sturen. Zou je maar zien. Ik zie de koppel staan op de veerpagina van de omstreeks. Van Spreewel maakt rentree. Kerk stroomt weer vol. Ja, maar Van Spreewel, dat was vroeger. Die komt niet meer terug. Nee? Waarom niet? Die heeft nieuw werk gevonden. Oh. In Kaatsheuvel. Och. Ah. Deze kleurrijke mens indelen, nee, dat was voor ons niet zo moeilijk. Nee, bij deze mens hoeven wij alleen maar jammer weg te halen. Zo is het. Ah, mooi. Ik kreeg een berichtje. Van wie? Van iets van niks. Oh, dat is dat clubje van Nieuwjaar, hè? Ja. Waar zijn je die? Johan en Tars, veel succes vanavond. Laat die kunstenmakers vanavond hun penseel maar eens uit de box lachen. Ja. Wie schreef dat? Wil Thijssen van Iets van Niks. Trouwens, de enige keren dat er nog wel volk in de kerk zat het afgelopen jaar, dat was bij César, hè? César? Cicero, zullen we bedoelen. Ja, dat zeg ik toch. Dat clubje van Bart Cox, Jan Peters, Wilfried Vrijfraad Volkengram. En zo. Zo'n praatprogramma, net als dit, maar dan iets anders. Ja, hartstikke mooi. En het gaat overal over, hè? Ja. Varkens, PSV. Dat hadden ze ook wel een binnenavond gekund. Het gaat over computers, asielbeleid, zelfs over Parijs-Dakar kunnen op die bijeenkomst alles te weten komen. Dat is weer een prachtig nieuw initiatief dat we positief kunnen indelen. Nou, zowel betekenis als vermakelijk. Hey! Hoe lang hebben we nog, Johan? Ik denk nog zeker vijf minuten. Oh. Maar even terugkomen op dat Cicero. Dat werd de eerste paar keer ook in de kerk gehouden, maar nu zijn ze ook de Oerbroek uitgeweken. Waarschijnlijk omdat er bij de kerk te weinig parkeergelegenheid was. Ja, dat weten we nog, dat weten we nog. Iemand had de auto bij de pastoor voor de deur gezet en hij was op hoge poten de pastoor verhaal komen halen in de kerk. Alle aanvoerwegen naar de pastorie stonden vol. Hij komt er met een auto niet door. Och, meneer pastoor, dat is toch wat u verkondigt. Gods wegen zien ondoorgrondelijk. En als je er niet door kunt, meneer pastoor, dan neem je gewoon een andere weg. Ten slotte leiden alle wegen naar Rome. Trouwens, daar die Wilfried Volkeringa van César. Wilfred Volkeringa van Cicero? Ja, die bedoel ik ook. Die had toen dat toch heel netjes opgelost, moet ik zeggen. Maar trouwens, diezelfde Wilfried Volkeringa, ja, hoe die dan ook heet, die zit er ook bij Quizzet. Ja, ook zoiets waar ze tennis en het leger massaal aan meedoet. Oh ja. Vragen over vroeger, de omgeving hier, over de hele wereld, over wis- en natuurkunde. Je kunt het zo gek niet bedenken. En er doen wel duizend mama mee. Ja, en om dat te winnen, dan moet er toch wel wat moeilijk wat in omgaan. Hier het logo van 2040. Wie had het toen trouwens gewonnen thuis? Eens even kijken. Die gaan we ook even inschalen. Maar kunst kunnen we het niet noemen. Nee. Jammer is het ook zeker niet, want het brengt echt leven en vermaak in onze dorp. Ja, dit is cultuur en entertainment. En een applaus voor die mensen. Kijk, er is een vraag die ze op die avond stellen. Staat hier geprojecteerd op het scherm. Kunst in Sint-Tunis en het Leker. Kijk, en dat beeld onderaan. Nou, die haan, weet wie dat gemaakt heeft? Jules?
Rachel Dalsen. Daar ben ik fan van. Oh ja. Die is toch ook lid van de kunstkring? Jazeker. Kunstkringse Tunnis had een kleine 20 kunstenaars die lid zijn bij de kunstkring en die komen uit de hele gemeente. En die groep kunstenaars die organiseren exposities en kunstdagen en zo. En Durham heet Se Tunnis een kunstdorp. En dan kregen ze natuurlijk ook een hoop subsidie van de gemeente. Dat denken de mensen wel, maar dat is niet heel zeker. Ik heb trouwens wel een idee voor die kunstkring. Om geld in te zamelen. Eén keer in de maand, een avond in een of andere kroeg, van goede muzikanten, een stel meloten, een vrouw van Rijksdaalder intree, en het geld stroomt binnen. Ja, ja, jawel, maar jij denkt toch niet dat die meloten daar voor niks doen? Ik vind wel dat we deze club een warm hart moeten toedragen. Het mooie is dat ze met van alles werken. Kleien, met ijzer, glas, stof, steen of schilderen. Dus die vallen onder? Ja, natuurlijk vallen die onder kunst. Maar ik mis er wel een paar. Zoals? Nico Pennings. Arie Klop. Er zijn toch geen kunstenaars, dat zijn huisschilders. Ja, maar die geven toch wel aan de omgeving een beetje kleur. Ja. Ja. Goed. Met wie ik er wel bij vind horen, bij de kunstenaars uit onze gemeente. Tunnis.nl. Als er iemand kleur geeft in onze gemeente, met zijn foto's van betekenis, en mensen hiermee vermaakt, is het Gerf Kempen wel met zijn fotowebsite. Ja, zo is het net. Waar is hij trouwens? Hier zit hij. Oh. Ja. Oh ja. Peur op, hè. Peur op, hè. Ja, is afgesproken. We starten weer op. En hoofdstreeks. Hoe zitten we met de tijd? We zitten net aan de 8 minuten thuis. Oh. Dan zullen we maar eens af gaan ronden. Ja, maar we hebben het helemaal niet gehad op het peil. De Sport- en Cultuurprijs? Nee, dat is dat beeldje. Nee, het echte peert, het is een tuinsmet van speert. Is dat dood? Ja, dat is eigenlijk ook allemaal niet zo vervelend, dat denk ik nou in een keer aan. Wat, dat een peert dood is? Nee, dat de krant schrijft dat ik een jaar jonger ben. Als ik straks er hierboven geroepen word, dan kan ik zeggen, nee, Peter, is even een jaartje wachten, kijk maar in de Gelderlander. Hou nog eens op over mijn leeftijd. Nou, we waren bij het Stuttense metworstpeer. Oh, ja. Ja, dat was wel een mooie tijd, hè? Ja, in een hoop leien, gruwelijk veel schrik gehad. Ja, er is veel gegeten en gedronken, ja. En we hebben 2 keer gewonnen. 2 jaar op rij kunnen. Ja, en dan vonden ze in Boksmeer helemaal niet zo mooi. Nee. Het was ook een mooi stand, waar. Bruins 3 en Dick. Kijk eens. Ja, dan hebben we. Ja, en bijna keizer, want het 3e jaar stond hij weer in de finale. Ja, koopt er een druppeltje bloed uit zijn neus van een klein gesprongen haarvaartje, mag je die finale niet meelopen van die verrekte Boksmeers. En weet je wat verpand is? Als er bij hun 1 druppeltje bloed op een doek valt, houden ze er met duizenden mensen ieder jaar een processie voor. Ja. Ik heb bij ons geleerd. Bij ons peer druppelt er een bietje bloed in zijn neus en hij wordt verbannen. Maar och, het was toch een geweldige tiet wat thuis. Ja, hè? Ja, prachtig. Waar zou je dat nou onder gevallen hebben? Is dat kunst? Is dat kleur geven aan de omgeving? Ja. Alles. Wat vinden jullie? Alles. Nou, ik vind kleur geven vind ik nou niet echt. Wow. Ik bedoel, het was een bruine vos, ik haal van kleur en ja, een beetje vaal, dus
Nee. Kunst was het zeker niet. Kijk, in ieder geval was het een activiteit die betekenis had. Ja. Ja. Kijk, we hebben een oorkonde van de gemeente hier, Harm. En die hebben we gekregen. En daar staat dat het had geleid, of stond het, ja, door tot grote, vind ik een prachtig woord, gemeenschapszin. Oh. Ja. Maar betekenis. Wat kon het ermee winnen, Johan? Een vat bier, een stuk worst, een verkenskop. En kijk eens wat de burgemeester schrijft, Johan. Natuurlijk spreekt het gemeentebestuur de hoop en de wens uit dat Bruins 3 uw ruiter Dikhozes in 2013 keizer maakt van het Boksmeerse metworstrennen. Is niet gelukt, Johan. We hebben haar teleur gesteld. Nee, bepaalt geen activiteit van betekenis. Ja, er zal het ook wel geen vermaak zijn. Nee, ik vond makkelijke humor. En bovendien liepen ze de carnavalsvereniging de Nutlord voor de voeten. Die hadden er last van. Bijvoorbeeld met de pronkzitting. Ja, de pronkzitting. Ja, dat is echt vandaag. Dat is wel echt. Ja. Bovendien is het per dood. Dat is toch geen vermaak? Nee, dat is ook wel zo. Dus? Jammer. Het metworstpert gebeuren was het allemaal net niet. Maar, carnavalsvereniging Nutlord, had je dan niet kunnen samenwerken met het Sint-Tunis metworstpert? Samenwerken? Die denken toch allebei verschillend over sommige dingen? Ja, maar dat kunnen toch nog wel samenwerken? Een eenheid vormen? Net als wij, zoals wij hier nou staan. Jij en ik. Katholiek. Protestant. Ja, ja. Economisch. Ecumenisch. Oh, ja. Hier. Daar staat het. Ecumene kan gezien worden als een streven naar wereldwijde eenheid in religie en de zin van het leven. Het bevordert de eensgezindheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen. Nou. Ja, dat is fijn. Dat is mooi gezegd. Ja. Ken jij die zang 42? Zoals wij het zingen bij ons in de kerk. Ken jij dat? Nee? Dan hadden ze het al over een koning. Ik weet niet of ze toen Dikhozes bedoelden, dat weet ik niet. Maar dat gaat zo. Verheug u, geen dochter van Sion. Geen jonkvrouw, Jeruzalem juich. De koning rijdt binnen. Het rijk gaat beginnen. De zalige tijden, hij komt ons bevrijden. Rechtvaardig, zachtmoedig. De aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht. Zo heeft de Heere heden gezegd. Halleluja. Dat zou wel zijn, mensen. Dat is een mooie boodschap om vanavond mee te eindigen. Alle geloven op een hoop. Alle vooroordelen aan de kant. Begrip voor elkaar. Respect voor andermans ideeën of uitingen. Kleur, activiteit of vermaak. Zo zouden wij dat het liefst door onze bril willen bekijken. En als iedereen dan eens diezelfde bril op zou zetten, dan zal gezang 42 nog lang nagalmen hier in Sint-Tunis, in Brussel en in de hele wereld. Rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht. Zo hebben de Bruun en Boks heden gezegd. Gestreden, maar het was het meer dan waard. Nou, ik moet jullie echt complimenteren. Ik vind het helemaal te gek.
En jullie hebben natuurlijk daar best heel veel werk aan gehad. Dat merken wij best wel. Maar het klinkt fantastisch. En als lid van de Kunking voel ik me zeer vereerd dat jullie onze gast waren. En natuurlijk krijgen jullie ook de glaasjes van Ben. Ik hoop dat jullie daar nog lang en heel veel uit zullen drinken. Is het allebei hetzelfde, alleen allebei een biertje. Als jij een biertje mooier vindt, mag je ruilen. Ja, het is wel hetzelfde. Voorzichtig, ja, Ben had geen doosje meer, daarom zit er een biertje om. Ja, en Ben is op vakantie, dus ik kan hem niet meer vragen. Ik wil nog eventjes jullie hartelijk bedanken. Hartstikke mooi en een groot applaus. Puntmaars kan niet gevuld worden. Moeten we allemaal even zingen? Zoals ze weten.